de finale begint te gaan. Eens even kijken wat er gaat gebeuren. Natuurlijk een hele snelle man in het midden. Tristan Kiemann. Kiemann met dus bij. En die gaat er vandoor. En die krijgt de hele meute met zich mee. Kiemann natuurlijk de snelste man. Gisteren ook op de baan. En nu gaat hij weer van voren rijden. Wie krijgt hij met zich mee? Dan is dat Elvin Remmers die erbij gaat zitten. Het lijkt zo te zijn hoor. En daarachter gaan we ook even kijken naar Dave Kleiboer. Zit er op een keurige derde positie door de bocht uit de rijden. Oh, is de man van Luke Luc die komt ervoor te zetten. Want die zat er een beetje in het melee. Even kijken wat er gaat gebeuren. Want de vierde plaats die is voorlopig daar in handen. Is dat de man het kampen? Of is dat de man achter Kleiboer? Gaan we het zien onder de tienplaats van Stef Pannekoek. Hij is de man die meegaat naar de kwartfinale.